Goedemiddag gemeente, familie en bekenden van de doopouders en verdere gasten hier in de kerk en met ons verbonden via de livestream of die op een later moment deze dienst meebeleven. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst helpt voor te gaan dominee Mulder. En het thema voor deze dienst is Gods eeuwige goede tierenheid. En we lezen daarbij uit het Oude Testament, Psalm 136. Mededelingen namens de kerkenraad. We herinneren u nog aan het bezinningsuur dat aanstaande woensdag om 8:00 zal worden gehouden. En het avondmaal wordt 's morgens 2 keer gevierd om 9:00 voor de wijken 5 tot en met 8. En om 11:15 voor de wijken 1 tot en met 4. En in de middagdienst wordt dan het avondmaal gehouden voor hen die 's morgens verhinderd zijn. En er is dan ook dankzegging. Fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor de toerusting. En dat is vanmiddag voor de gezinspakketten. En de bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerk. En de gegevens daarvoor vindt u op de zondagsbrief. Ook dit jaar zullen de jongeren van Deo Juvante en Pro Christo kerkattenties gaan bezorgen onder de ouderen 75+. En de bezorgperiode start vandaag en zal tot zaterdag 23 december duren. De tasjes staan in de zaal hier achter de kerkzaal. U bent na de dienst hartelijk uitgenodigd om de doopouders de hand te drukken. Ze zullen na het consistoriegebed hier voor de kansel plaatsnemen. En u wordt dan verzocht om via het middenpad aan te sluiten. En u kunt via de zijvakken de kerk dan weer verlaten. We vangen deze dienst nu aan met het zingen van de schoolpsalm. En dat is vanmiddag psalm 85 vers 3. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over Psalm 136. Het is een psalm die gebruikt heel veel woorden om aan te geven dat God echt goedertieren is. Goedertieren is niet een woord dat we zo dagelijks gebruiken, maar het is wel een heel rijk woord. Ik hoop vanmiddag dat u de kerk uitgaat en er iets meer van begrijpt, iets meer van ziet. In ieder geval gaan we zien, als we Psalm 63 vers 2 zingen, dat uw goedertierenheid, Gods goedertierenheid, beter is dan het leven. Laten we samen Psalm 63, het tweede vers, zingen. Wij belijden samen ons geloof en dan zingen we Psalm 103 vers 4 en vers 6. In het einde van vers 4 zingen we dan: de Heer is groot van goedertierenheid. Psalm 103 vers 4 en 6 naar de geloofsbelijdenis. En belijd u, belijd jij in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
We mogen ook gezamenlijk in ons gebed tot de Heere gaan. Uiteraard zullen we dan ook bidden, bijzonder voor de doopouders en hun kinderen. We zullen ook volbeden doen voor broeder en zuster Rob en Adi Mook van de Tuinfluiter 23. Omdat de moeder van Rob vannacht is overleden. Die ontslapen in de Heere in de leeftijd van 87 jaar. We zullen ook denken aan onze oude koster, broeder Zwetselaar, die opgenomen is, die daar verblijft in de Meent. Omdat zijn gezondheid toch al heel hard, heel sterk achteruit gaat. Zullen we in ons gebed tot God gaan. Barmhartig en genadig bent u. Geduldig, groot van goedertierenheid. Vol liefde, vol trouw. Zo bent u, Heere. En zo mogen we hier vanmiddag in de kerk aanwezig zijn. Zo mogen we op afstand deze dienst meebeleven. En we danken u hartelijk, Heere, dat we in deze dienst uw woord mogen openen. En dat ook het sacrament bediend zal worden. Wat een voorrecht, Heere, dat u leven hebt gegeven. Leven gespaard. Heere, wij praten soms zo vanzelfsprekend over het nemen van kinderen. Maar we danken u voor wat we hebben mogen ontvangen uit uw hand. Dat Reinhard en Christa een dochter uit uw hand mochten ontvangen. Dat Robert en Charlotte een zoon uit uw hand mochten krijgen. En dat ook Patrick en Mies verblijd zijn met een kindje. Met Noek. Heere, wat een voorrecht. Dat die kinderen geboren zijn. En dat zij bij uw verbond mogen horen. En we zien er dan ook naar uit, Heer, als gemeente van u, om straks ook te zien dat het water over hun hoofd gaat. Dat uw naam daarbij wordt genoemd. Dat ze teken en zegel van uw verbond mogen ontvangen. En Heer, geef dat het dan ook echt bij ons allen binnen mag komen. Dat het van betekenis mag zijn voor Amelie, voor Siem, voor Noek, voor de ouders. Ook voor zij die gast zijn. Die lang in de gemeente zitten, op afstand verbonden zijn. Heere, geef dat ons hart mag openstaan voor uw goedheid en voor uw goedertierenheid. Heere, help ons vanmiddag om iets te peilen van dat wat uw woord daarin laat zien. En geef dat we zo een goede dienst mogen hebben. Een dienst die goed verloopt, een dienst tot eer van u. Een dienst waarin u mensen vormt. Waarin u laat zien wie u zelf bent. Machtige Heere, wees bij ons. Als we heel vaak in de kerk geweest zijn. Als we u al langer kennen. Wees ook bij ons als we er misschien weinig ervaring mee hebben. Als voor ons toch iets nieuws is. Geef ook dan een goede dienst aan ons allen. We bidden u, Heere, ook in het bijzonder voor de kinderen die verwacht worden. Het leven in de moederschoot. Heere, wij vragen u of het goed mag groeien. Of het op de juiste tijd ook geboren mag worden. En als er kinderen zijn, zegen de opvoeding. Geef wijsheid daarbij. Geef dat we als ouders onze kinderen voor mogen gaan. In de weg achter u aan. En wilt u ons dan ook helpen om iets af te spiegelen van uw goedheid in onze levens. Heer, dat kunnen we niet van onszelf. Wij zijn kleine, kwetsbare, ja, zondige mensen. We hebben veel vergeving nodig. En wilt u daarom met uw geest vanmiddag werken en onze levens werken. Heere, wees bij ons als we juist op tijdens een dienst als deze zelf een gemis ervaren. Een vader of moeder of opa of oma die er niet meer is. Het leven wat stopte in de moederschoot of een kindje wat we moesten begraven. Heere, dat grijpt ons aan. We bidden u om troost. Om uw goede tierenheid ook daarin. Heere, wij herinner u ook aan uw belofte. De belofte dat u gegeven hebt aan al die kinderen. Al die mensen die gedoopt zijn, ook in deze kerk. Van er ook zijn die er niks mee doen. Die u de rug hebben toegekeerd. Maar wij herinneren u aan uw belofte, aan hen betoond. Wilt u ze dan maar niet loslaten? Ook als wij ze zo moeilijk kunnen bereiken. Heere, geef ons zo een goede dienst. Dat alles in goede orde verlopen bij de doop. In de verkondiging, in het zingen. Heere, zegen ons in alle aspecten van uw hier zijn of thuis. Machtige Heere,
We beseffen allemaal dat het leven eindig is. En toch als het dan tot een einde komt, dan kan dat ook zo aangrijpend zijn. Heer, u weet hoe dat is voor Robin Adimook. Heer, de gezondheid van zijn moeder ging al een poosje achteruit. En de dementie, de Alzheimer, die zorgde dat contact moeilijk was. Maar nu ging het toch in één keer heel hard. Ze kwam in coma, afgelopen vrijdag. En nu is ze ontslapen, vannacht. Maar Heer, we zijn dankbaar dat ze mocht getuigen van wie u bent. We zijn dankbaar wat ze haar kinderen heeft volgehouden. Dat dat nu als herinnering boven mag komen. Dat ze bij u mag zijn. Maar geeft haar ook troost en kracht, ook voor komende week. Voor alles wat er geregeld moet worden. Om alles te kunnen verwerken. Heer, u weet ook dat broeder Zwetselaar, die toch veel heeft mogen betekenen voor onze gemeente als koster, dat ook met hem achteruit gaat. Weet, Heer, dat Alzheimer toch ook verder gaat. Dat zijn gezondheid nu toch veel te wensen overlaat en het toch wel hard achteruit gaat. We bidden u voor hem. Voor zijn vrouw. Voor het gezin. Heer, wees nabij. Geef dat het te dragen is. En geef dat die psalmen die ze zo vaak ook samen zingen, dat die waar zijn. Dat die troost mogen geven en troost mogen bieden. Ook nu, in de situatie waar ze in zitten. Machtige heren, wij slaan zo onze ogen op u, op tot u. We zijn maar kleine mensen, maar mogen zingen van uw goede tierenheid. Wilt u dat geven? Dat het niet alleen iets is van onze mond, maar ook van ons hart. Dat alles wat wij ook organiseren als gemeente, nu vandaag, in de dienst, bij de parel, bij de oppas, maar ook in allerlei andere dingen, de vereniging, dat het mag bijdragen aan het u leren kennen als die goede dieren, heren. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen het formulier lezen voor de bediening van de Heilige Doop? En u kunt op het scherm met mij meelezen. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein en plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen.
En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen we nu met elkaar het lied Groot is uw trouw, o Heer, met weerklank 432 vers 1 en 2. Onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht.
opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we samen de naam van de Heere aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Een kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie vragen van jullie zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van der Borg? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van Kruisten? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Timmers? Mooi om jullie ja-woord te horen. Kijk, als je voor de eerste keer ouders wordt, en misschien ook wel als het niet voor de eerste keer is, maar dan merk je hoeveel een kindje nodig heeft. Eten, drinken, slapen, liefde, warmte, geborgenheid. En daar begint het. Allemaal levenslessen heeft de kleine nodig. Mensen om jullie heen. Er is zoveel wat nodig is. Maar jullie staan hier vanmiddag omdat er iets daarboven uitstijgt, boven al die praktische dingen uit. En dat is dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat ze Gods goede tierenheid niet alleen op afstand bekijken, maar dat ze dat als het ware omarmen. En het mooie is nou dat we vanmiddag hier zijn. En dat God in de Heer Jezus, dat hij naar ons toe komt en zegt, zo zeker als je dat water over het hoofdje ziet gaan, zo zeker beloof ik dat ik jullie kindje wil vergeven, dat kind aan wil nemen en door mijn geest wil leiden. Wat prachtig is dat. En broeders en zusters, gemeente, wij mogen meekijken. Er is zoveel nodig in het leven, zoveel dingen komen op ons af. Maar er stijgt één ding bovenuit. Dat je de Heer Jezus nou leert kennen, in zijn heerlijkheid, in zijn liefde. En zo zeker als je het water ziet gaan over het hoofdje van de kindjes, zo zeker wil de Heer dat voor ons allen zijn. Zullen we samen Psalm 105, vers 3 zingen? En dan worden de kinderen aan de ouders gegeven.
Als de doop bediend is en alle drie de kinderen, dan zingen we zo mogelijk staande Psalm 105, het vijfde vers. Amelie, Janna, Christina van der Borg, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 136, vers 1. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Siem, Jonathan, Gerrit van Kruisten, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 136, vers 2. Loof de God der Goden, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Nimre, Patrick, Jonathan, Timmers, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 136, vers 3. Loof de Heere der Heren, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Amen. Thank you.
Zullen we samen de Heere danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. Dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. En we gaan ook zingen uit Psalm 136. En ik heb ervoor gekozen om even iets uitleg te geven nu. Omdat Psalm 136 is een psalm met heel veel herhaling. En het beeld van deze psalm is dat je 26 keer hetzelfde refrein hebt. Het refrein wordt gezongen als reactie op wat iemand anders eerst zegt. Het beeld dat deze psalm oproept is dat je bijvoorbeeld denkt, we zijn in de tempel met veel mensen. En dan komt er een priester of iemand die onderwijs geeft, een rabbi. En die zegt dan, loof de Heere, want hij is goed. En dan zegt het volk, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En dan nog een keer, dan zegt die ene man, loof de God der goden. En dan reageert heel het volk, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Nou, dat is het idee van deze psalm. En ik wilde graag nu met u couplet 1, 2 en 3 zingen. En de bedoeling is dat u vak 1 bent, u vak 2 en u vak 3. Dat betekent bij het eerste couplet dat u dan als eerste zeg maar het eerste stuk van de psalm zingt. En iedereen zingt het refrein. En bij het tweede couplet precies hetzelfde voor u en het derde couplet ook voor u. Om iets van die psalm, zoals die bedoeld is, met elkaar te ervaren. Laten we psalm 136 vers 1, 2 en 3 zingen.
Jongens en meisjes, we gaan met elkaar zo lezen uit een psalm. En die psalm die heeft dus dat refrein. En dat heeft alles te maken ook met wat deze hond op dat plaatje moet leren. Als je goed zou kijken, dan zie je dat er op dat dingetje wat hij aan heeft staat, geleidehond in opleiding. Deze hond wordt een blinde geleidehond en hij is in opleiding. Nou, het gebeurde een aantal jaren terug, toen woonden wij nog in Langerak, dat er iemand woonde die zijn hond in opleiding had. En die moest dus leren, als ik dat hoesje om heb, dat betekent dat ik aan het werk ben. En die moest ook leren hoe je dan omgaat met oversteken bijvoorbeeld. En waar we woonden was een punt waar die vrouw heel vaak langskwam. En de eerste keer liep die hond zo door, maar dat wilde ze niet. Ze wilde dat die hond leerde dat hij op dat punt zou stoppen. Waarom? Nou, daar had zij de goede redenen voor blijkbaar. Maar zij wilde heel graag dat die hond dat leerde. En zo zag ik haar op een gegeven moment dagelijks langskomen met die hond. En in het begin liep die hond nog zomaar door. Maar op een gegeven moment had die hond het door. Wacht even. Ik moet hier stoppen. Daar is een goede reden voor. Dus door dat elke keer te doen, leerde die hond, zo moet ik daarmee omgaan. Nou, in deze psalm, ik ga hem lezen met u, staat wel 26 keer het refrein. En op een gegeven moment denk je misschien, nou, nu weet ik het wel hoor. Maar dat is ook de bedoeling, dat je het inderdaad uiteindelijk ook echt weet. En dat je het niet meer vergeet wat hierin staat. Dus we gaan met elkaar lezen, psalm 136, ik lees hem voor u in zijn geheel. Vervolgens zingen we met elkaar vers 23, vers 25 en vers 26 uit deze psalm. Je doet opnieuw een beurtzang. Vers 23, de dames en de meisjes eerst en iedereen het refrein. Vers 25, de mannen en de jongens en iedereen het refrein. En 26, dat is voor iedereen. Dus dat zingen we na de schriftlezing. Leest u met mij mee. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere der heren, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die grote wonderen doet, hij alleen, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die de hemel met inzicht maakte, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die de aarde boven het water uitspande, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die de grote lichten maakte, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. De maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En Israël uit de midden uitleidde, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die de Schelfzee in tweeën deelde, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En Israël er midden door deed gaan, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die grote koningen versloeg, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En machtige koningen doden, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Sion, de koning van de Amorieten, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En Och, de koning van Bazan, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Hij gaf hun land als erfelijk bezit, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Als erfelijk bezit aan zijn dienaar Israël, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die aan ons dacht in onze nederige staat, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En ons en onze tegenstanders ontrukte, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Die aan alle vlees voedsel geeft, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Loof de God van de hemel, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Thank you.
Na de verkondiging zingen wij Psalm 89, vers 1 en vers 7. In het eerste vers zingen we dan: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ja, wie dat hier op aarde heeft geleerd, die mag dat voor eeuwig doen, God daarvoor eren. Psalm 89, vers 1 en ook vers 7 na het amen van de verkondiging. Thema voor de preek is Gods eeuwige goedertierenheid. Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar het startpunt van ons levenslied. De psalm zet hoog in. Vers 1, loof de Heere, want hij is goed. Tot drie keer toe gelijk een lofprijzing. Startpunt van ons levenslied. In tweede plaats, het eikpunt op onze levensweg. Als je vers 4 tot en met vers 25 bekijkt, dan zie je dat dat keer op keer raakt aan ons leven, aan de schepping, aan de geschiedenis en ook ons leven. Dus een eikpunt. Waar leef ik uit? Waar ga ik voor? En als derde een markeringspunt van ons levensdoel. Waar ga ik uiteindelijk naartoe? Wat is uiteindelijk mijn doel? Ja, dan is het refrein duidelijk. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dat stopt niet. Niet hier op aarde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, doopouders, gasten, u hier in de kerk, u die op afstand verbonden bent. In gedachten zien we een gezin. En dat gezin dat is op vakantie. Best lekker weer, het is meer zomers dan nu. En ze zijn op vakantie in de bergen, in de Alpen. En ze besluiten op een dag, laten we vandaag eens een mooie wandeling gaan maken. Een bergtocht. Echt een serieuze tocht. De goede schoenen worden aangedaan. De goede kleding hebben ze aan. Genoeg drinken bij zich, genoeg eten. En daar gaan ze. Op weg, een mooie tocht maken. En na een hele poos, ze merken het pad was eerst makkelijker. Het wordt steeds meer steen op steen, rots op rots. Maken ze even een pauze. Op een bepaald punt, dat ze een mooi overzicht hebben, gaan ze even zitten, wat eten, wat drinken. En een van die kinderen die zegt dan op een gegeven moment: pap, mam, wat zijn dat daar? En die en dat? En die kinderen die wijzen dan naar die stapels met stenen. Misschien heeft u de foto wel gezien op Facebook. Van die stenen, van die opgestapeld staan in de bergen. Ja, die kinderen vinden dat toch wel leuk. Het ziet er wel grappig uit, zo'n bergje met steentjes. Waar is dat nou voor, papa? Mogen we die kapot maken? Nee, je mag die niet kapot maken. Mogen we dan ook eentje bouwen? Nou, voor mij wel. Maar waarom staan die er nou, papa? Wat is nou precies de bedoeling hiervan? En vader begint uit te leggen. Nou, weet je, dat zijn steenmannetjes. En dat laat zien dat mensen die daar wel eens geweest zijn, dat dit het pad is. Dat zijn van die stenen die opeengestapeld zijn door mensen, zodat als je na hun komt en het zou bijvoorbeeld gaan misten en je ziet heel weinig, dat je dan toch aan die steenmannetjes kunt zien, deze weg moet je gaan. Het is een veilig punt. Zo kun je verder. En zo zijn er van die steenmannetjes in de bergen. En zo is deze psalm vanmiddag voor ons op onze levensweg zo'n steenmannetje. Opeengestapelde stenen, 26 stuks, die ons duidelijk maken, je levensweg vervolgen gaat. En die nodigt ons ook uit. Ga de weg die ik wijs. Want het brengt je op bestemming, op eeuwige bestemming. Er zijn er al zoveel voor jullie uitgegaan. Voor Amelie, voor Siem, voor Noek. Er zijn zoveel voor jullie uitgegaan. Jullie moeten ook deze weg gaan. Nee, God is dus niet een God die alles maar in gang gezet heeft en zijn handen ervan aftrekt. Maar God wijst ons in zijn woord een weg die gegaan mag worden. En ja, dan moet je zelf lopen. Dan moet je soms ook zelf echt zoeken waar zet je je voeten neer. Niet alles wordt precies tot in detail uitgelegd. Maar we worden wel een weg gewezen. De weg van Gods goedertierenheid. En laat dat dan ook het startpunt zijn van ons levenslied. Ja, als je hier vanmiddag in de kerk kwam en je dacht, ik laat het gewoon eens rustig op me afkomen. Gewoon eens kijken, luisteren. Dan komt deze psalm als het ware vanaf de andere kant aan. Hooggestemd, als een echte lofpsalm.
begint gelijk met 3 keer de lof op God. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Loof de God der Goden. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere der Heren. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Hooggestemd. Misschien kun je niet gelijk meekomen vanmiddag. Maar ik hoop dat gaandeweg dat je iets meer gaat zien van wat de dichter van deze psalm, ja, wat de God van deze psalm is en heeft. Dat je zegt, ik kom ook op die toonhoogte. En loof de Heer, want Hij is goed. Hij is goedertieren. Het gaat er dus vanmiddag om dat je door die stapel stenen, 26 keer, dat je daarin iets gaat zien van Gods goedheid en van Gods goedertierenheid. En als je alleen ook kijkt naar het eerste woordje, want Hij is goed, dan staat er in het Hebreeuws het woordje tof. En tof betekent niet zomaar goed, gewoon goed, prima. Maar het betekent volmaakt goed. Helemaal perfect. En God keek naar de schepping en zie, het was zeer goed. Het was tof. Als iemand tof is, als iemand goed is, dan kun je op iemand aan. Dan is iemand betrouwbaar. Dan kun je op iemand bouwen. Ja, en dan zegt de psalmdichter, bij mensen is dat soms tijdelijk. Even. Soms zomaar afhankelijk van de situatie. Maar God is goed in zichzelf. Dat was Hij, dat is Hij en dat zal Hij zijn. En de dichter kan er niet over uit. Want 26 keer zegt deze dichter, Hij is goedertieren. Dus niet alleen tof, volmaakt goed, maar Hij is ook goedertieren. In het Hebreeuws staat daar het woord geset. Een andere vertaling vertaalt dat met eeuwig duurt zijn trouw. 26 keer wil deze dichter ons imprenten. Zul je nou niet vergeten? Zul je nou werkelijk eens tot je binnen laten dringen? Dat God zo is. Ook al zie je het niet gelijk, ook al voel je het niet gelijk. Want God is goedertieren. 26 keer in deze psalm. 120 keer in de psalmen. Dat is een heel belangrijk woord. Het is zeker belangrijk. Dat bleek ook wel uit die psalm die we aan het begin van de dienst zongen. Hè? Psalm 63. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Die goedertierenheid, dat woord geset, dat overstijgt dus je leven. Ja, zegt iemand, kan ik me voorstellen als ik ziek ben? Kan me voorstellen als ik iets mankeer? Nee, ook als het je voor de wind gaat en je bent vol energie en je ziet het leven zitten. Dit overstijgt alles. Het is veel belangrijker dan wie of wat dan ook. Het is dus belangrijk dat je God leert kennen als tof en geset. En als je in de Bijbel kijkt, dan merk je ook dat die twee woorden, tof en geset, dat die twee woorden vooral gebruikt worden voor wie God is. Om iets te vertellen, om ons met onze beperkte mogelijkheden aan het verstand te brengen hoe groot en geweldig de Heer is. Hoe vol genade en trouw. Hoe zie je dat nou bijvoorbeeld bij Mozes? Als Mozes bij de Heer op de berg is, dan zegt die Heer, mag ik iets van uw heerlijkheid zien? Mag ik u zien? En dan zegt de Heer, nee, dat kan niet, want niemand kan mij zien en leven. Maar dan komt de Heer toch voorbij en ziet Mozes een fractie. Een klein stukje van wie hij is. En dan klinkt het. Heere, Heere, God barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Ik zie maar iets van u. En dan raak ik al onder de indruk van uw geset. Ja, wat is dat dan, hè? En waarom staat dat er nou 26 keer? Misschien is er een jongere die zegt, dan wacht even. 26 keer, dat zijn de letters uit ons alfabet. Is dat het idee? Nee, het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters, dus dat gaat niet op. Maar wat wel vaker gebeurt, is dat de dichter iets doet met letterwaarde. En stel je voor dat wij dat in onze taal doen, dan kun je zeggen A heeft waarde 1, B heeft de waarde 2, C heeft de waarde 3. En zo kun je letterwaarde creëren.
Als je kijkt naar het woord Heere, staat hier met allemaal hoofdletters, dan staat er in het Hebreeuws de vier letters J-H-W-H. En de letter J heeft de waarde 10. De letter H, die twee keer voorkomt dus, heeft de letterwaarde 5. 2 keer 5 is 10, 10 plus 10 is 20. En welke letterwaarde heeft de W, denkt u? 6. 26. Dus volgens mij is het zo dat deze dichter 26 uitgekozen heeft om te zeggen, zo is de Heere. Om het ook daarin uit te laten komen. Zo is de Heere, de God van het verbond, de God die zich aan ons verbindt, zoals die liet zien in het water van de doop. Ja, als je die geset vanmiddag in de vingers wil krijgen, dan heb je intussen door, het is iets belangrijks. Het is iets wat helemaal bij God hoort. Het is iets geweldigs van de Heere. En ja, om het misschien nog iets duidelijker te maken, ook voor de kinderen. Je kunt daarbij ook denken aan een vogel. Het is een grote vogel, groter dan een mus, groter dan een duif. Het is een vogel met een oranje snavel en hij kan klepperen. Het is een ooievaar. Als je kijkt naar dat woord in het Hebreeuws, dan heeft dat heel veel weg, ligt dat heel dichtbij dat geset. Wat staat er in het Hebreeuws voor ooievaar? Chassida. Geset, chassida. Die letters in het Hebreeuws liggen heel dicht tegen elkaar aan. Dat heeft dus iets weg van goedertierenen. En niet voor niets is een ooievaar onder heel veel volken een symbool van trouw. Trouw aan de partner. Trouw aan zijn nest, komt hij terug. Trouw aan zijn jongen. Verschillende verhalen zijn erover te vinden. Hoe zo'n ooievaar vol liefde en met toewijding zorgt. Nou, wil je het je voorstellen? Kun je natuurlijk denken ook aan de moeders en vaders hier. Liefdevolle toewijding. Dat is geset. Liefde zonder toewijding. Ja, dat is mooi, dat is heel warm, maar er gebeurt dus niks. Toewijding zonder liefde, dat is dat je wel dingen doet, maar er zit geen hart achter. Dat is heel kil. Maar geset is liefdevolle toewijding van een God die zich in de Heer Jezus neerbuigt. Zegt, ik weet dat je mij makkelijk de rug toekeert. Maar ik wil je mijn hart laten zien. Mijn hart met genade. En misschien is het vanmiddag wel zo, zoals bij die kinderen in die bergen. Wat zijn dat, papa? Dat je het wel ziet. Dat je die steentjes ziet staan. Dat je denkt, maar ja, wat betekent het nu precies? Nou, ik hoop dan dat je vanmiddag de kerk uitgaat. En dat je dus het bent gaan zien, dat je ogen er als het ware voor zijn open gegaan. En dat het zichtbaar wordt in je leven. En dat het het startpunt wordt van je levenslied. Wat is God goed? Wat is het geweldig dat hij goedertieren is en zich zo naar ons omziet. Ja, zo wil God dat dat het startpunt is van ons levenslied. En dat het vanmiddag ook een eikpunt is op onze levensweg. Want ja, dat voorbeeld van die stenen, van dat stapeltje, gebruik niet zomaar. Niet alleen omdat jullie dat misschien tegen kunnen komen als je op vakantie gaat en dat je wellicht een moment hebt dat de kleine vraagt van, wat is dat? Maar ook omdat je dat in de Bijbel verschillende keren tegenkomt. Op heel veel plaatsen zie je dat als er iets bijzonders gebeurt, als God het volk iets schenkt, iets geeft, dat er een steen omhoog gezet wordt, dat er stenen opgestapeld worden. Je ziet het bij Jacob, bij Bethel, Mozes bij de Sinaï, Samuel na een overwinning, Jozua naar de doortocht door de Jordaan. Met als bedoeling dat als je die ziet, dat de kinderen dan kunnen vragen, pap, mam, waarom staan die stenen er nou? Wat is de bedoeling daarvan? En dat je dan als ouders uitlegt, dat betekent nou dit. Dat laat iets zien van Gods genade. Van Gods liefdevolle toewijding aan ons. En dan kun je erbij het concrete verhaal vertellen hoe God dat op dat moment deed. En dat is waar deze psalm ook naartoe wil. Want het kan zo makkelijk zo'n algemeen iets zijn. God is zo, goed en goedertieren. Maar de dichter wil ook echt dat je het gaat zien in je concrete leven. Want deze psalm heeft als het ware zo'n vorm. Een trechter,
Het begint heel breed en het komt steeds dichter bij je leven, bij je hart. Als je het wil zien, nou, het begint bij de schepping, vers 4 tot en met 9. Als je nou kijkt in vers 4 tot en met 6. Die grote wonderen doet, hij alleen. Die de hemel met inzicht maakte. De aarde boven het water uitspande. De dichter zegt, kijk in de schepping. Kijk hoe de dingen gemaakt zijn. En ja, dan beseffen wij vanmiddag dus ook weer. Dat was in een tijd zonder ledverlichting, geen gloeilampen. Het was in een tijd zonder lichtvervuiling. Zonder asfaltwegen. Compleet andere tijd. Dan leefde je veel dichter bij de natuur, denk ik. Maar ook nu zie je toch nog genoeg. Dan zie je de sterren aan de hemel. En je beseft, ik zie maar een klein stukje van het hele melkweg, van het hele stelsel, al die stelsels die er zijn. En God kent ze allemaal bij naam. Daarin zie je iets van Gods goede tierheid. Zie hoe een boom gemaakt is. Zie hoe dat jonge leven leeft en beweegt. Is ontstaan in de moederschoot. Je ziet het in de schepping. Daarin zie je iets van Gods liefdevolle toewijding. Maar het komt dus dichterbij. Want na vers 9 gaat het over de geschiedenis van Israël. Vers 10 tot en met vers 22. Kijk bijvoorbeeld naar vers 10. Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen. Het gaat dus over de uittocht. En Israël uit hun midden uitleidde iets verder. Vers 21. Hij gaf hun land als erfelijk bezit. Iets verderop. Als erfelijk bezit aan zijn dienaar Israël. De dichter zegt, beseffen jullie, als deze psalm gemaakt is, is het volk waarschijnlijk in het beloofde land. Het land waar je nu woont, dat wat je nu hebt, dat is niet zomaar gekomen. Dat komt niet doordat jullie zo goed hebben gestreden en hebben gewerkt. Dat is omdat God goede tieren is geweest. Tijdens die woestijnreis, keer op keer heeft hij het bewezen. Zijn genade, zijn toewijding. Ja, zo mogen wij dan ook wel even terugkijken. Wat heeft u allemaal ontvangen? Doophouders, wat hebben jullie allemaal niet ontvangen? Ging altijd alles van een leien dakje? Nee. Ging altijd alles zoals wij wilden en dachten? Nee. Maar is het niet zo als je terugkijkt? En als je ziet wat je verdient in jezelf, dat je mag terugkijken en zeggen, ik zie Gods genadige hand. Ik zie Gods geset, zijn liefdevolle toewijding in mijn leven. Zodat je vanmiddag weer even beseft, maar dat is het. Dat is mijn eikpunt. Dat is waar ik voor leef. Dat is waar het mij om gaat. En dat mogen jullie ook jullie kinderen vertellen. Natuurlijk mag je zeggen, hard werken, studeren, noem het allemaal maar op. Maar dat je vertelt ook als ouders over hoe God in je leven de dingen gegeven heeft en gedaan heeft. Ja, dan komt het ook nog dichterbij. Van de schepping, de geschiedenis, naar onze situatie. Vers 23 en 24. Die aan ons dacht, in onze nederige staat. En ons en onze tegenstanders ontrukte. De dichter die boort als het ware zo door naar je leven. Naar je hart. En die kijkt je aan en zegt, wat heb jij nou ontvangen? Besef je wie ik ben? Kijk eens naar wie ik voor je wil zijn in jouw staat. Hoe ik mijn genade aan je kwijt wil. Het is toch geweldig dat dat naar voren kwam, ook in de doop. Dat zo zeker als dat water over het hoofdje ging. Zo zeker wil God dat aan jou, aan mij, aan ons bewijzen. Geweldig toch? Als je vanmiddag iets kent van jezelf. En besef dat je geen recht hebt op God en zijn genade. En dan ziet dat de Heere zich in de Heere Jezus naar je toe wendt. En zegt, ik zie jou. Ik zie u. In uw nederige staat. En wat ik nou aan jou kwijt wil, is mijn genade. Is mijn geset. Zullen we dat dan ook zien vanmiddag? Zullen we dat dan ook vasthouden? Het volk Israël had dus momenten dat ze dus zo'n steenhoop neerzetten. Zo'n steen recht overeind zetten om eraan herinnerd te worden. Dit heeft God gedaan in ons leven. Wat zijn de steenhopen? Wat zijn de eikpunten in onze levens? Gemeente, gasten,
Wat zijn de eikpunten in ons leven waar anderen naar kunnen vragen en zeggen, waarom staat dat er? Waarom doe je dat zo? En dat je dan kan zeggen, dat doe ik vanwege God. Vanwege zijn goedertierenheid in mijn leven. Waarom ga je naar de kerk? Vanwege zijn goedertierenheid. Waarom liet je je kindje dopen? Vanwege zijn goedertierenheid. En zo is de doop ook zo'n eikpunt. Want daar leef ik naar voor. Ja, en dan heeft deze psalm dus 26 coupletten. En ik denk dat het dus te maken heeft met de letterwaarde van Heren. Maar mag ik u vanmiddag uitdagen? Hoe zou deze psalm nou verder gaan? Als u nu vanmiddag een pen krijgt en u zou nou eens een paar coupletten verder mogen schrijven. Gewoon persoonlijk, met je eigen leven. Hoe zou de psalm dan verder gaan? Ouderen en jongeren. U als gemeentelid, u als gast. U hier, u thuis. Jullie als doopouders. Nou, ik neem maar even een voorschot. Jullie leerden elkaar kennen. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Jullie beloofden elkaar liefde en trouw. En vroegen om Gods zegen over jullie huwelijk. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Reinhard en Christa ontvingen uit Gods hand Amelie. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Robert en Charlotte ontvingen Siem van de Heere. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Patrick en Mies ontvingen opnieuw een zoon uit Gods hand. En ze noemen hem Noek. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En op zondagmiddag, 10 december 2023, werden ze alle drie gedoopt. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En wat gaat er nog meer komen? Ik daag u uit, straks. Heb het er thuis eens over? Vul deze psalm eens aan en deel dat eens met elkaar. En denk dan niet alleen aan de grote dingen, want ja, vers 25 zegt, kijk ook maar naar de kleine dingen. Want daar staat dan, die aan alle vlees voedsel geeft. Dus gewoon dat brood straks op je bord. U gaf ons deze boterham, want uw goedertierenheid is voor eeuwig. En natuurlijk snap ik ook, als iemand vanmiddag zegt, ik zie het soms niet. Ik vind deze psalm zo hoog gestemd, ik kan er voor mijn gevoel gewoon niet bij. Ik ervaar tegenslagen. Ik raak teleurgesteld. Ik voel me soms ook gewoon te zondig. Ja, zullen we dan nog even verder kijken? Want dan zien we dat het startpunt is van ons levenslied. Een eikpunt op onze levensweg. Maar het ook een markeringspunt is van ons levensdoel, waar we nou uiteindelijk naartoe gaan. Een eikpunt is vooral bedoeld om even weer de koers te bepalen. Om even weer te bepalen, daar gaan we naartoe, zo gaan we verder. Maar het markeringspunt ligt als het ware nog een stuk verder. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dat is ons doel. Eeuwig, dat is van een hogere orde. Dat is niet aan tijd of plaats gebonden. Dat is iets wat hier begint, maar nooit meer stopt. Het gaat nooit meer over. Dat geldt voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft. Die zegt, de Heer Jezus, die kwam naar deze aarde. Hij wilde liggen in de kribbe. Ja, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En hij gaf zichzelf tot aan het vloekhout. Want zijn goedertierenheid voor ons is voor eeuwig. Maar hij stond op uit het graf. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En eenmaal zullen we allemaal verschijnen voor zijn rechterstoel. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En ieder die in hem gelooft, mag vol vreugde voor eeuwig bij hem zijn. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Ja, hier op aarde kunnen er zorgen zijn. En kan het lastig zijn. Maar dat is toch onze bestemming. Toch. Ben je ook mee op reis? Is dat ook jouw bestemming? Daar ga ik nou uiteindelijk naartoe. Ja, er kan ook van alles zijn wat dat lastig maakt. En ik denk ook dat het niet voor niets is dat deze dichter kijkt in de geschiedenis. En die trechter, die geschiedenis. Dat hij dan wijst op de tijd tussen de uittocht uit Egypte en de intocht in Israël. Want als er één periode in de geschiedenis is waarin gebleken is dat Gods volk ontrouw was, was het daar. God was ontrouw. Het volk was ontrouw.
Ze vergaten God, ze kwamen in opstand. En de Bijbel zegt niet voor niets in Hosea 6. De goede tierenheid van mensen, weet je wat dat is? Dat is als dauw. Is het even? De zon komt erop, het is weg. Psalm 12 zegt zelfs, er zijn geen goede tieren mensen. Nee, als het gaat over onze trouw, komt niet goed. Maar wat je nou gaat zien als je die Bijbel doorleest, dat is dat God zijn trouw bewijst terwijl wij ontrouw zijn. Zoals bijvoorbeeld in Jeremia 33. Het volk is dan in ballingschap. Ja, het is mooi om te kijken dat de Heere zegt, ik heb je uit Egypte gebracht in het beloofde land, maar vanwege hun zonde worden ze in ballingschap weggevoerd. Maar als ze dan in ballingschap zijn weggevoerd, weet je wat de Heere dan zegt in Jeremia 33? Ik ga er zelf voor zorgen dat er in Jeruzalem weer zal klinken. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En terwijl er van de kant van mensen eigenlijk keer op keer de deur dicht gaat, opent God de deur, reikt hij zich weer uit naar ons. En dan lees je dat er mensen terugkomen. En dan kijk je in Ezra 3 vers 11. Als er dus mensen teruggekomen zijn, en wat klinkt er dan in Jeruzalem? Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Terwijl wij ontrouw zijn en Gods genade niet verdienen, komt God de geschiedenis door. Komt God vanmiddag naar ons toe. En zegt het leven hier op aarde, het is beperkt. Maar wat is nou je einddoel? Waar ga je nu naartoe? Wat is je bestemming? Zien wij dan vanmiddag op hem? Op die God die zich bewezen heeft in de schepping, in de geschiedenis, in ons leven. Als die God die tof is, die God van Gerset. En zeggen wij slaan ons oog op Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Ja, hoe ons psalm verder gaat, ik weet niet hoe u hem gaat invullen. En we zingen ook niet, loof de Heere, want we hebben het goed. Soms kan het gewoon moeilijk zijn. Maar we zingen, loof de Heere, want hij is goed. En hoewel het eerste stuk van een couplet kan wisselen, hoop ik dat er een cadans in ons leven is. En dat die cadans ook gevonden wordt, ook hier in de kerk, in de samenkomsten. Waarvan je zegt, dan zie ik het weer. Dan leer ik het zingen. Dan eik ik mijn levensweg. Dan zet ik mijn markeringspunt weer op bij de Heere. Want dan weet ik, Gods goede tierenheid is voor eeuwig. Bent u mee op reis? Tot slot. Veel herhaling in deze psalm. Ja, jullie als ouders zullen vast ook wel eens dingen moeten herhalen naar elkaar. Maar misschien ook bij de opvoeding straks. Ruim je kamer nog eens op. Heb je speelgoed al opgeruimd? Heb je huiswerk al af? Heb je de lamp uitgedaan? Zit de deur dicht? Nou, dat soort dingen klinken er wel eens in onze gezinnen, denk ik. Je moet elkaar herinneren aan iets. Broeders en zusters, zullen we elkaar blijven herinneren aan Gods goede tierenheid. En laat er bij ons allen dan ook een verlangen zijn. Dat niemand van ons, of je nu lid bent of gast, dat niemand van ons hoeft te schrikken als we verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar dat iedereen hier mag leren en het dan ook voor altijd mag zingen. Ja, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Amen.
zullen we samen danken en bidden. Goedertieren, Vader, wat laat u zien? Wat laat u op veel manieren zien? Dat u, ondanks onze ontrouw, trouw bent en blijft. En dat u zich naar ons neerbuigt. Om ons op te zoeken in onze nederige staat. En dat u bewijst een God te zijn die trouw is. Trouw aan wat u zelf hebt beloofd. Heer, daar zijn wij vanmiddag toch ook weer bij bepaald. Want uw goede tierenheid is voor eeuwig. Het begint hier. Hier mogen we het leren zien. En dan weet u, Heer, dat wij maar beperkt zicht hebben. En dan zijn we dankbaar dat u ons uw woord geeft. Dat het uitgezongen mag worden, uitgelegd mag worden. Zodat we daar iets meer van gaan zien. Werk daarom ook met uw geest. Ook nu aan het einde van de dienst gekomen zijn. Ga met ons mee de komende week. Help ons, Heer, om dat levenslied te zingen. U weet, Heer, dat dat eerste deel van het couplet soms zo kan wisselen. Er kan van alles gebeuren in ons leven. En toch, Heer, geef dat het refrein hetzelfde mag blijven. Omdat u zo bent. Omdat u zo een vader wil zijn voor ons allen. Heer, bewaar ons ervoor dat wij het zo van ons afschudden. En dat we in ongeloof verder leven. Wilt u in onze harten werken. En dat wat u zelf gewerkt heeft, versterken. Zegt u de doopouders, hun kinderen, hun familie, hun vrienden, gasten die erbij zijn vanmiddag. Machtige Heer, u heeft ons daarin veel gegeven. Leer ons het ook op waarde schatten. Leer ons dat levenslied te zingen. Leer ons dagelijks en ook wekelijks, ook hier in de kerk en door de weeks, op allerlei verschillende manieren, ons leven eiken aan uw goede tierenheid. Maar laat het ook ons markeringspunt zijn voor het einde. Als we eenmaal moeten sterven, of als u komt, dat we dan niet hoeven te schrikken, maar dat ons klagen voorbij is, ons vragen over is. Dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Machtige Heere, bereid ons daarop voor en help ons tot die tijd om op toonhoogte te komen, op toonhoogte te blijven. Heere, zegent u ons ook als opvoeders. Nu zelf kinderen hebben of niet, maar help ons om uitleg te geven. Uitleg wat die steenstapels betekenen. Wat die dingen betekenen die we doen. Opdat onze kinderen doorkrijgen. Wie u bent. En zegent u ons dan onze woorden. Zegent u dat wat we ook zichtbaar maken in ons huis, in ons leven. Help ons in alles de komende week. Zegt u alle dingen ook die er gepland staan. De gemeente en ook in ons persoonlijke leven. Heer, we bidden u voor ieder die zorg mist. Denk ook aan de avond van de pleegzorg. Morgenavond is hier een avond erover in de kerk. Heer, er is behoefte aan pleegouders. U een goede avond dan ook geven. Dat u mensen die pleegzorg mogen geven, ook helpen erbij. En geef dat zij die erover nadenken, dat ze in wijsheid daar een keuze in maken, dat zij dit geven ook vol mogen houden. Heer, wij bidden u zo, specifiek voor die doelgroep. Maar er zijn er zoveel meer. In deze wereld zijn er zoveel redenen waarin wij zien dat wij mensen beperkt zijn. Dat wij ontrouw zijn in onze eigen woorden. Wij slaan onze ogen op tot u. We vragen u om uw ontferming voor ons allen. Geef een goede avond, goede nacht, een goede week. Leid ons in alles, waar we ook zullen zijn, waar we ook naartoe zullen gaan. En verheerlijk zo uw naam in onze levens. En niet om iets in ons, Heere. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotpsalm. Psalm 100, vers 2 en 4. En in het vierde vers zingen we opnieuw over Gods goedertierenheid.
Na de zegen zullen de doopouders met ons meegaan de consistorie in. Dan zullen we kort afsluiten en vervolgens zullen ze hier voor de preekstoel hun plaats innemen. Bent u in de gelegenheid om in de hand te drukken en God zegen te wensen. Ontvang nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.